10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ik mag zeggen dat feest is. Dankjewel. Iedereen heel veel plezier vanmiddag. Geniet ervan. Alle activiteiten. Kijk eens, Salute TV, een bijzonder goede middag. Het is zaterdagmiddag 2 april en wat een fantastisch weer. 22 graden in Schiedam. Ja, morgen is weer over, maar we gaan er vandaag van genieten. Het is vandaag feest in Schiedam-Noord, want kinderdagcentrum Yggdrasil bestaat 10 jaar. En we gaan praten met Danielle van Oosten. Danielle, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Zei ik het goed, kinderdagcentrum? Kinderdagverblijf is het, maar we hebben ook een buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Dus het is eigenlijk 3 opgevormen in 1 centrum. Kijk aan. Ja. Jij bent locatiemanager, directeur? Locatiemanager van het kindercentrum, ja. Wat doe je dan? Wat doe je niet, zou ik bijna willen zeggen. Het is tegenwoordig een hele diverse functie. Het personeel natuurlijk, alle medewerkers aansturen. Zorgen voor goede inventaris, speelgoed voor de kinderen. Dat dat een leuke tijd geeft. Alles met financiële administratie afwerken. Ja, het is heel divers, maar wel een hele leuke functie daardoor. Vertel even wat over de manier waarop het gaat. Hoe laat komen kinderen, hoe laat gaan ze, op welk moment, hoe oud zijn ze? Nou, op dit moment is ons centrum 7:30 ochtends geopend tot 6:00 avonds. Mogelijkheden zijn er wel om extra langer open te gaan, maar dan moeten ouders dat aangeven, voldoende ouders. Voorlopig is dit voor ons prima werkzaam voor de kinderen. En binnen die tijd gebeurt het allemaal eigenlijk. Nou zijn ze natuurlijk heel klein, want ze zijn onder de 4 jaar, neem ik aan. Dat betekent dat er ook een soort moederlijke zorg extra geboden moet worden. Nou, het centrum is voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Alleen de hele dagopvang, die vorm, dat is 0 tot 4 jaar. En dat, ja, die kinderen hebben wat meer verzorging nodig, slapen vaak ook nog overdag. En die zijn ook hele dagen op het centrum dan aanwezig. Maar ja, de medewerkers zijn tegenwoordig daar heel goed voor opgeleid. Dus daar gaat het hartstikke goed mee. En we zijn heel druk bezig ook met een bepaalde manier van pedagogisch beleid. Waarin we ook daarin altijd weer samen met de kinderen en ouders nieuwe dingen ontwikkelen. Je zei er net iets heel belangrijks. De mensen die bij mij werken, die zijn pedagogisch goed, die weten goed van wanten. Hoe controleer je dat? Nou, sowieso de opleiding is minimaal SPW 3 of 4. Dus daar komen mensen op binnen. En van daaruit heeft ComKids hun eigen cursussen en trainingen die ze aanbieden. En wij doen dat nog eens in de overleggen die ik dan met de medewerkers heb, dunnetjes over. En dat controleer je ook bijna dagelijks. Hoe de werkzaamheden, de activiteiten worden uitgevoerd. Welke activiteiten er zijn. We werken aan de hand van thema's. Nou, bijvoorbeeld vandaag hebben we sprookjesthema. Nou, dat kan bijvoorbeeld ook iets zijn wat je met de kinderen op een groep doet. En van daaruit wordt de motoriek, rekenkundige vaardigheden, taalontwikkeling, alles controleren we hier bij de kinderen om te stimuleren. En dat gaat heel leuk en heel goed. Je doet je linkerarm in.
Wat voor soort kinderen krijg je nou binnen? Wat is er dan met de ouders aan de hand? Nou, we krijgen in principe uit deze wijk hele leuke kinderen binnen. Dat is dat vooropgesteld, met hele leuke ouders. En veel tweeverdieners, ja, dat klopt. Dat zijn toch ook vaak de argumenten dat mensen hier binnenkomen van we zoeken iemand voor kinderopvang. Maar ja, eigenlijk gaat het heel leuk. We hebben goed contact. En nogmaals, kinderen vinden het heel leuk. Kinderen zijn kinderen. Dus ze moeten ook zeker zijn kind laten zijn. Dat doen we. Maar op zo'n leuke manier dat ze het ook heel veel meenemen naar huis. Aan kennis, al wat ze leren. Hoe jong ze ook zijn. Sol zit een heel groot aantal jaren. Ik ben nog van de generatie dat je moeder thuis zat, je kwam uit school enzovoort enzovoort. Tegenwoordig ja, mag je als vrouw en moeder zijn en een werkende carrière. Is dat een fase die jullie in de praktijk al hebben afgesloten, die discussie, of blijft die toch wel af en toe terugkomen? Nou, ik kan zeggen dat laatst stond er een artikel in de krant dat crashkinderen slimmer zijn dan niet-crashkinderen. Daar was ik al heel blij mee, want inderdaad, wij doen ons best om ook die ontwikkeling van die kinderen te stimuleren op al die gebieden wat ik al net zei. Wat wij niet altijd als moeder, ik ben zelf ook moeder, thuis kunnen bieden. Hè? Je kan al op één met je kind leuk knutselen. Maar hier kunnen we ook een heel groep proces aanleren met elkaar eten en spelen. En dat kan je thuis als ouder niet. Wat ik wel merk is dat toch nog ergens wel een idee vaak leeft van ja, maar als je werkt is dat dan wel leuk op zo'n centrum voor zo'n kind. Zo komen ouders toch hier en daar wel binnen. Daar heb ik ook een goed gesprek met ze. Ik laat ze ook de ruimte zien en laat ze kennis maken met de medewerkers. Zodat ze ook weten dat het hartstikke leuk is. Het is echt geweldig met de kinderen hier. Ondanks alles dat het geweldig is, het kost natuurlijk ook geld. Ja. He, niets voor niets. Nee. Hoe zitten jullie in dat verhaal? Wordt het steeds duurder om die zorg te bieden? Nou, helaas, de overheid heeft natuurlijk dit jaar al de bezuinigingen doorgevoerd. 250 miljoen euro. Volgend jaar zal dat er nog een schepje bovenop gaan. Uiteraard, ComKids is niet een winstgevende organisatie. Hè, maatschappelijk betrokken, maar moeten toch de kosten wel eruit halen. Dus tarieven, daguren moeten daardoor ook meestijgen. Maar goed, we houden dat wel heel erg, denk ik, klantvriendelijk. Maar ja, goed, dat mensen terugkrijgen van de belasting, want daar doel je misschien ook op. Ja, dat wordt steeds minder. Is het toch een vorm van luxe langzamerhand dat je je kan permitteren om je kind naar jullie te brengen? Nou, ik kan me wel voorstellen dat de ouders zijn, bijvoorbeeld als je tweeverdiener bent en de kosten ruizen zo de pan uit dat je bijna werkt voor de crash. En dat je dan een afweging gaat maken van kan ik niet beter mijn baan opzeggen en thuis blijven. En die geluiden hoor ik hier nog niet, maar wij zijn als ComKids natuurlijk vrij groot, dat weet jij denk ik ook wel. En er zijn locaties die al wel geluiden daarvan terug gaan krijgen en ik hoop niet dat dat een trend gaat worden. Hoe zie jij de hele toekomst wat betreft van 0 tot 12 jaar, had je het net over. Houden we voorlopig nog 50 jaar dit systeem met basisscholen en kinderdagverblijf, kinderopvang? Of zie je ergens een verschuiving komen?
Nou, ik weet wel dat heel veel ouders ook het voordeel nu gaan zien van nogmaals wat de kinderopvang biedt. Wij hebben voor de buitenschoolse opvang, en dat is ook in ditzelfde pand. Kinderen zijn dus al bekend met het pand als ze op de hele dagopvang komen. Stromen door naar basisschool, komen hier ook. We bieden een manege, we bieden het zwembad met Aquakids, Alliantie de Turnvereniging. We hebben voetbal, zelfs VVK. Misschien gaan we er naartoe dat ouders niet meer met de kinderen gaan sporten naar een voetbalclub bijvoorbeeld. Maar hier de kinderen naartoe brengen en wij verzorgen de sportactiviteiten. Misschien zou dat iets kunnen zijn wat toch een accentverschil gaat geven. Verzorgen dus veel. Jullie verzorgen dus ook de opvoeding een beetje. Dat is natuurlijk iets heel belangrijks, hè? Want iedereen voedt zijn kind uiteindelijk anders op. Hoe vind je daar een gemeenschappelijke noemer in? Nou, ik zeg dat wij zijn sowieso de medeopvoeder. Wij zijn niet de hoofdopvoeder, dat zijn toch de ouders. Wat wij wel willen zijn voor ouders is toch een heel goed vraagbaak. Dat als er vragen of problemen zijn, dat ze bij ons terecht kunnen. En wij communiceren echt. Dat is steeds beter geworden afgelopen jaren. Als wij dingen opmerken, wij moeten de kinderen goed in de gaten houden. Dat is onze taak. Om dat eerst te overleggen met ouders. Maar om een voorbeeld te geven. Ouder A voedt zijn of haar kind heel streng op. En ouder B zegt nee hoor, hij moet gewoon lekker doen en laten. Modern, happata, maakt allemaal niet uit. Hoe vinden jullie daar een match in? Wij hebben sowieso ook onze structuren en onze regels. Kinderen weten dat. Als ouders daar nog een stapje verder in gaan. Bijvoorbeeld kinderen mogen helemaal geen televisie thuis kijken. Noem maar wat. En wij hebben hier een filmpje. Dan zeggen wel tegen ouders van dit is wel echt onze tijd met de kinderen die we samen doen. En ik moet zeggen, in de praktijk werkt dat goed. Als je met ouders uitlegt waarom we doen wat we doen, dat ze ook zeggen, dan vind ik het geen probleem. Dat is echt toch los van de thuissituatie. En vaak leer je van elkaar. Dus dat is ook weer heel positief. Ten slotte, je bent zelf ook moeder. Je hebt de hele dag hier in de kinderen gezeten en dan kom je thuis. Je voelt hem al aankomen. Gaat dat rimpeloos over? Mijn kind zit ook op het centrum, dus ik zie hem ook nog eens als ik wil, vaak genoeg. Als manager, dat zeg ik er wel bij, ik heb mijn kantoor beneden. En soms zijn er dagen dat ik daar zo druk bezig ben, dat ik de kinderen wel buiten zie spelen, voorbij kom. Maar dat het soms erg lastig is om echt de groepen nog even te bezoeken. Dus dat hangt er vanaf hoe druk de dag is. En nee, dan kom je thuis en dan is het toch echt anders. Dan ben je echt moeder en dan ben je niet manager van het kindercentrum, nee. Je hebt een mooi bord in je hand, Dania. Wat heb je gekregen? We hebben net de officiële opening gehad. De directeur, Ida Drachtstra, heeft hem verricht. En zij heeft het als cadeau aan het kindercentrum aangeboden. Een waardecheck van €2500. En we zijn bezig met, wat ik al zei, weer het speelgoed te vernieuwen. We gaan schilderen met René Meren, die dan mij adviseert. En we hebben boven een dakterras. Dus misschien kunnen jullie daar een kijkje nemen. En dat gaan we ook helemaal weer reorganiseren. Met dit geld gaat het zeker lukken. Om het weer voor de kinderen nog leuker te maken. Zo is het. Ja. Danielle, ik wens jou en al je collega's nog een hele fijne tijd toe. Nogmaals van harte gefeliciteerd. 10 jaar. Als het 25 jaar is, dan komen we hier met je eigen kind. Die is dan wel ondertussen lekker groot geworden. En dan komen we afscheid nemen. Ik wens je nog een hele fijne dag toe. Dankjewel. Jullie ook bedankt voor jullie komst.